om de zoveel tijd wordt een opleiding gevisiteerd en wordt bekeken of die kwaliteit voldoende is. En we hebben daar eigenlijk met ons team aan gewerkt om die visitatie goed door te komen met al de docenten en studenten. En we zijn er ook in geslaagd. Inhoudelijk was toen al gezegd, oké, dat ons afstudeerniveau eigenlijk aan de maat was van andere opleidingen. De negatieve commentaar ging eigenlijk voornamelijk over de infrastructuur. We waren eigenlijk een soort van bastaardkind. We hebben die zaken ook kunnen uitklaren, oplossen. En onder andere OPEC is eigenlijk een oplossing geweest voor vele van onze problemen. Ja, dus je blijft niet hier alleen op de berg. Dus ze verplaatsen ons ook naar echt het werkveld en dat is iets heel positief. Zeker van het eerste jaar naar master toe vergroot dat eigenlijk altijd. Zeg ons de afstand van Lemmensberg naar de buitenwereld. Je start hier in het eerste en je doet af en toe een samenwerking met OPEC. Tweede jaar dan gaan we al spelen in OPEC. Derde jaar maak je dingen en werk je samen met dingen buiten de opleiding. Ik ben dood, bestand! Dodelijk! Nooit meer te keren! Dus ik doe de artistieke coördinatie en Stefanie de algemene coördinatie. En Geert Kestens doet de opleidings- en de onderzoekscoördinatie. Ja. Dit is het bureau eigenlijk. En dat komt voort uit een veranderende situatie. Wat ook te maken heeft met een mogelijke toekomstige inkanteling in de universiteit. Is dat een beetje het zoeken naar een balans. En de beste balans die wij hebben kunnen voorstellen, die zit hier nu aan de tafel. Voor ons studenten gaat er eigenlijk heel weinig veranderen. Dat is ook wat ze op voorhand hebben gecommuniceerd. Het is ook nog maar van deze week uiteindelijk. En denk de personen die dan oorspronkelijk een functie hadden, waar dat nu dan bij verdeeld is, die doen op zich nog wel meer of meer dezelfde taak. Die hogeschool die wenst op termijn effectief een faculteit kunsten te worden aan de KU Leuven. En dus men wil eigenlijk zoveel mogelijk onderzoek en onderwijs met elkaar combineren. Ik denk dat in onze opleidingen voor onze studenten heel belangrijk is dat ze niet alleen maar doen, maar ook weten wat ze doen en hoe ze daarover moeten communiceren. Zoals de KWL ook invloed heeft natuurlijk op wat er nu aan het gebeuren is binnen Lucas School of Arts, hopen wij ook als School of Arts straks een impact te hebben binnen de KWL. Hier is er ook veel leerstof, maar de KU Leuven is een ander niveau, je voelt dat meteen. Dus ik vind dat wel iets positiefs. Ja, buiten die vakken echt aan de UNIF zitten er ook extra vakken en over geluid. Ja, dus ik denk dat het alleen maar een verrijking kan zijn. We hebben bijvoorbeeld nu in het tweede jaar heuristiek en methodologie. Wat in Nederlands eigenlijk gewoon wil zeggen informatie opzoeken en verwerken. En dat is in samenwerking met de KU en dat is om ons voor te bereiden op onze bachelorpaper. Op die manier naar een academischer niveau getrokken of zo. Als je een gewone richting doet op de universiteit, je kunt lessen skippen, je studeert wanneer dat je wilt, maar hier moet je er staan.